En luister eens goed naar dat applaus, jongens. Helemaal voor jullie. Zo die eerste live show als eerste koppel moeten openen, is al een prestatie op zich, hè? Hoe heb jij het beleefd? Ja, ik vond het fantastisch om te zien hoe al die mensen hier zijn en je aanmoedigen. Ik vond het fantastisch. Hoe was het voor jou, Eliane? Ik vond het ook superleuk. En ook zoveel mensen in het publiek. Het geeft veel deugd. Super. Jullie hebben ervan genoten. Eens kijken wat de jury ervan vond. Dan. Well, Sinerjey, I hate to break it to you, but it's going to take a little bit more than that to get me out of my chair for you, to stand up for you guys, but it was still a really good performance. I think you danced really well together. The partnering was great, but what I love the most about it is that you guys danced right to the edge. You were almost out of control, almost not together a lot of the time, but you held on to it just long enough. It's a great, great, solid first performance. Thank you. Evgenia. Sinerjey en Eliane, jullie zijn allebei een beetje gek, maar lekker gek, fijn gek. Dat kunnen we juist goed gebruiken van jullie in het dansen. Eliane, voor jou was het gewoon een thuiswedstrijd. Het is jazz, maar Sinerjey, voor jou was het een grootste uitdaging. Als eerste, je staat naast jazzgetrainde danseres. Als tweede, dit is jouw eerste jazzles in je leven. Nou, moeilijker kon je niet krijgen. En het is geslaagd. Ik wil ook zeggen, ik heb heel veel steun gehad aan Eliane, want ze heeft mij heel veel begeleid en gerepeteerd in de gangen, in de eetzaal, overal. Dus, Voilà, goeie lerares. Jan. Nou ja, Sinerjey, je maait gewoon het gras voor mijn voeten vandaan, man. Je kan van deze stoel gaan zitten. Want ik wou net zeggen, ik vond het allereerst een hele goede en mooie waardige opening voor een nieuw seizoen live shows. Maar ik wou ook zeggen, Eliane, jij bent zo'n professionele, goede danseres. En dit is inderdaad jouw stijl. Sinerjey is een beetje in een andere stijl voor hem. En jij geeft hem ook de ruimte dat hij kan stralen. En dat zegt iets heel, heel goeds over jou als danseres. En Sinerjey, we hadden het in het filmpje had Laurent het over fake your way through it. Er was niets fake aan jouw optreden. Het was hartstikke goed. Jongens, goed gedaan. Dankjewel. Mooie woorden van de jury.